Goedemorgen, ik ben Jelle. Het is vandaag maandag. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Het is nu, even kijken hoor, 9:15. Ik ga zo naar beneden om een broodje te smeren. En dan ga ik werken bij Bakker Logistiek in Zeewolde. Ja, dat is eigenlijk wat ik vandaag te doen heb. Tot 3:00. Gewoon, ik vind het heel chill. Het is eigenlijk een beetje een soort van schooldagtijden zijn het. Want ja, normaal ga je een beetje rond die tijd naar school, weet je wel. Dus ik heb echt maar 5,5 uur dat ik ga werken. Maar ik vind het wel lekker. Ik ben heel benieuwd wat voor werk het is. In ieder geval ga ik even mijn tas inpakken en dan ga ik fietsen. Het is nog best wel een stukje fietsen, want het is op Trekkersveld. Vlogcamera neem ik natuurlijk niet mee, maar als ik thuis ben vlog ik gewoon eventjes weer. Doei! Ik ben terug van werk. En ja, het was niet zo'n succes. Ik heb ook heel eerlijk gezegd dat ik het niet leuk vond. Kijk, normaal zou je niet zeg maar tegen je werk zeggen, oh ik vind het niet leuk, ik ga niet meer, oh hallo, ik kom niet meer terug. Alleen nu was het vanuit een uitzendbureau en dat kan dan makkelijker, ik weet niet precies hoe dat zit, maar het is me gewoon eerlijk geweest dat het er niet wordt. Dus ja, het kan gewoon gebeuren toch? Ik schaam me wel een beetje, maar boeien. Ik ga nu, Steven is net even langs geweest. Ik heb nu mijn villa's in de wasmachine gedaan, want die waren zo vies. En ik zag foto's en zo terug van hoe ze er eerst uitzagen. Toen dacht ik echt, dit is gewoon echt niet oké. Okay. Dus, even kijken hoor. Ik ga mijn planner ook even indelen. En ik ga eventjes editen, want ik wil mijn video online hebben staan natuurlijk. Vandaag. Het is vandaag 1 oktober. En ik ga kijken of ik het wat mooier kan editen dan normaal, leuker kan editen. En ik ga zaterdag heb ik een jaar met Stefan. En zaterdag gaan we lekker naar Utrecht, gaan we lekker samen winkelen. Daar heb ik super veel zin in. Echt heel veel. En ik wil misschien een cover opnemen vandaag, maar ik moet nog even zien. En ik wil mijn benen trainen. Nou, super wat ik wil doen. Kijk of het allemaal gaat lukken, let's go. Oké, machine, hallo, is klaar. Ik ga nu kijken hoe mijn villa's eruit zijn gekomen. Nou, er komen eerst mijn handdoeken uit, want ik werd aangeraden om ze met handdoeken te wassen. Anders dan gaat het allemaal, zeg maar, heen en weer bewegen. Hier zitten ze in de zak. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik zet hem even zo neer. Deze even openmaken. Ik had een elastiekje meegegaan. Die gaat natuurlijk niet zo heel makkelijk eraf als die nat is. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop echt dat ze schoner zijn geworden. Want ze waren zo vies. Oké, deze is echt nog droog. Nou. Op zich best wel clean. Alleen, ja, dat moet ik zelf nog even doen, denk ik. Nou, op zich, dat ziet niemand. Maar kijk, de zijkanten kan ik nog wel een beetje doen. Nice, man. Ze zijn echt best wel schoon geworden. Er is ook heel veel zand uitgekomen, zie ik. Want, ja, ik heb een paar keer bij Walla gewerkt, ook met deze schoenen aan. Super chill. Ze zijn echt best wel schoon geworden. Oké, ik laat ze nu even drogen. En dan misschien dat ik ze nog zelf een beetje, zo heb ik het om mijn zand uit, schoonmaak. Chill, die mag nog een keer in de was. Oh, Peters. Die zijn volgens mij echt spierwit geworden gewoon. Dat is toch top. En ze zijn weer als nieuw. Ik ga even de andere dingen in de droger doen. Oh. En dan weer verder met editen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En welkom bij weer een nieuwe dag. Ik had al gisteren mijn weekvlog geopend, sorry. Ik ga zo meteen mijn nagels af laten halen. Ze zijn heel lang mooi gebleven, maar nu zie je... Oh, nou gaat hier al scherp. Nu zie je dat hier een beetje uitgroei zit, zeg maar. Dus ik ga ze eraf laten halen en dan ga ik er normale gel lap overheen laten zetten. Ik ga nu mijn tas inpakken, want daarna wil ik gelijk doorgaan naar de sportschool. Want dan ga ik lekker samen trainen met Stef. Dus ik neem denk ik ook even een maandje mee, misschien wat eten. Even kijken.
Eigenlijk wil ik, want zaterdag hebben we een jaar. Zaterdag zouden we naar een hotel gaan. Beetje. Het is nogal weer. Het is een beetje stom. Maar we gaan zeg maar een dagje Utrecht doen. Ja, misschien Utrecht in een hotel dan of zo. Of misschien Almere van een Valk of zo, weet je wel. Dat is ook leuk. Nou, ik ga even kijken wat de mogelijkheden daar zijn. En ik ga daarna mijn nagels laten doen. Het is vandaag woensdag. Mijn patat is weer lekker. Oh, ik hoor echt wel wat nummer er komt. Wat is het dan? Nou, dat is goed. Ja, dat is goed. We zitten nu bij de première, of nou ja, het is een voor-première achter, voorvertoning van Venom. Ja hoor, lekker. Goedemorgen, ik heb gisteren niet gevlogd omdat ik gewoon eigenlijk simpelweg mijn dag echt niet had. Ik heb echt op een gegeven moment ben ingestort. Ik weet niet wat het was. Ik was gewoon heel verdrietig. En ik ga ook niet precies vertellen hoe ik me voelde en waarom. Maar ja, dat was eigenlijk een beetje de reden. En ik ga zo meteen wel heel gezellig met mama naar Hooglanderveen. Daar gaan we samen lunchen, want we hadden nog zo'n bungalow. En daar is ze. Nou, we hebben nu een prachtige 3 gangen lunch. Ja, lekker. Omdat ik het zo schattig vind. Ik dacht, ik pak even mijn telefoon erbij, want ik had niet zoveel zin om naar beneden te lopen voor mijn camera. Tenminste, mama en ik hebben wat meegemaakt. Ik heb trouwens een kratje, best wel lelijk, maar... We hadden geluncht. En ik ga mijn telefoon neerzetten hoor. Ja, we hadden dus geluncht. En we stonden stil voor stoplicht in Amersfoort. En we zaten gewoon te wachten tot het groen werd. En het was nog niet groen, maar links van ons was het wel groen. En opeens horen we echt zo bam. Dus wij denken, what the fuck is dit? Dus mijn moeder zegt van, er zit eentje, er rijdt eentje op me in of zo. Zo'n beetje zo'n platte opmerking. En dus wij zo kijken, dus er was zo'n gewoon vrouw. Hebben we helemaal niet bewust gedaan, maar ze was niet aan het opletten. Dus wij dachten, nou oké, okay, we rijden even door naar een garage of zo. Of een parkeergarage om te kijken van, goh, wat is de schade, geef ze het wisselen, weet je wel. Maar wij dachten echt, wow, wat is dit, weet je wel. Mijn moeder heeft nooit een aanrijding gehad, die heeft echt al vet lang de rijbewijs. Ik denk 30, 35 jaar of zo. Denk langer eigenlijk. In ieder geval, die heeft nooit een aanrijding gehad. Dus die dacht ook even, oké, wat moet ik ook weer doen? En toen wilden we wegrijden. En toen konden we niet wegrijden. En toen dachten we, huh? Wat is dit? En het bleek dus dat zeg maar de trekhaak van onze auto in de bumper van de andere auto zat. Eerst dachten we dat die onder die andere auto zat. En toen ging ik even foto's maken en kijken, want ik had mijn vader gebeld en die zei, maak even ook foto's. En die zat dus in de bumper. Dus hier is nu een foto in beeld. Dus toen dacht ik, ja shit, weet je gaat ook niet een beetje lopen rukken en trekken aan die auto's. Want je weet niet of je dan misschien meer schade aanricht. Dus
die vrouw de politie gebeld. Mijn moeder had de verzekering alles gebeld om te checken van, goh, wat moet ik doen? Politie had de takenwagen laten komen. En het klinkt allemaal hup, 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 hup. Maar we hebben daar denk ik een uur staan wachten op die takenwagen. En toen heeft hij de trekhaak uit hun bumper gehaald. En wij hadden nul schade. Ja, het dopje van de trekhaak was een beetje beschadigd. En je ziet het op de bumper een heel klein beetje dat hij iets tegenaan heeft gezeten. Maar we hadden dus echt nul schade. Dat was super fijn. Kijk, het wordt meestal dan wel vergoed als het niet je schuld is. Alleen, het kan gewoon, als het gewoon heftig is of zo, dan kan het zijn dat je er alsnog bij inschiet. Mijn vader heeft bijvoorbeeld een keertje gehad dat hij dat er ook achterin op hem ingereden werd. En dat was ook niet zijn schuld. Maar de hele auto werd totaal losverklaard. En toen dan kost dat zoveel dat het niet helemaal totaal verzekerd kan worden. Dus we gaan nog wel even laten checken de auto. Of de trekhaak niet onder de auto zo is onder de auto is geschoten. Want dat kan nog wel het geval zijn. Maar verder is er niks aan de hand. Gelukkig, maar wij schrokken ons echt kapot, want opeens knalde gewoon een auto op je. En wat was het geval? Die vrouw die zag zeg maar, want wij stonden bij een stoplicht die naar rechts ging. En de andere stoplichten gingen rechtdoor en dan was er weer een stoplicht die naar links ging. En zij stond achter ons, alleen ze zag links de auto gaan. En misschien was ze met iets anders bezig of zo. En toen dacht ze, oh ik moet ook gaan. En toen was het dus, wij stonden nog stil, dus ze botste op ons. Politie was verder echt vet aardig, dat moet ik wel echt even zeggen. Want mijn moeder stond een beetje te trillen. En ja, ze dus schaamde zich een beetje voor, weet je wel. En hij zegt, nee, dat hoeft helemaal niet. Want ik bedoel, ik had eerder gek opgekeken als u hier stond van, nou prima toch. Het is een hele normale reactie. En hij heeft ook 10 keer opnieuw aan ons gevraagd of we nog steeds ons goed voelden. En ja, gewoon een hele aardige man. Dus dat is echt, dat vond ik echt top. En ja. Toen gingen we winkelen. Het lunch was echt heel lekker trouwens. Die hebben jullie wel gezien. Maar daarna was ik even niet meer helemaal in de mood om te gaan filmen. Maar ik wilde het wel aan jullie vertellen. En ik heb me net even klaargemaakt. Want wij gaan zo meteen heel leuk even wat drinken met Lisanne en Gijs. Gijs is een van de beste vrienden van Stef. En Lisanne is de vriendin van Gijs. En daar ben ik nu ook heel erg goed mee. Hebben jullie misschien ook in mijn vlog gezien. Maar van mijn verjaardag. En misschien wel vaker je naam gehoord. Zit nu ook maar aan het dansen met de zus. Dus dat is heel erg leuk. Ik ben eigenlijk nu aan het wachten totdat Stef klaar is met zijn werk. En die komt dan hierheen. En dan gaan we lekker wat drinken. En morgen hebben Stefan en ik een jaar. En dan gaan we lekker naar Amsterdam. Nou, we gaan lekker naar Utrecht. En daarna gaan we sushi eten bij Jappas in Nijkerk. Dus daar hebben we echt heel veel zin in. Dus dat is de planning. Goedemiddag. Hey. Hi. Beautiful. Thanks. Ja, als dat is dan is dat makkelijk. Ja, we wogen echt zoveel. Nu is die wel scherp. We zitten nu bij Jappas in Nijkerk. En we gaan lekker tapas sushi eten. Heel veel zin in. Zo, dat klinkt heel enthousiast. Nou. Zal ik het ook nu doen? Wat moet ik zeggen? Wat zei ik weer? Moet het bij Jappas zijn. Wij zitten nu bij Jappas? Ja. Laat maar. Japans biertje. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ga vandaag shooten met Matthijs. Dat is een vriend van Jwelle. En Stefan is nu aan het shooten. Zometeen halen ze mij op en dan ga ik ook. Het was eigenlijk de bedoeling dat ze alleen gingen. En toen vroeg Matthijs op een gegeven moment van, hey, vinden jullie het misschien ook leuk? En dacht, nou, ik weet je, ik heb ook Instagram foto's nodig. Dus superleuk. En Jwelle is er ook. Ja.